Dag iedereen, voor mijn tweede podcast van de maand februari ben ik beland in Westerlo, op de markt van Westerlo. En ik heb een afspraak met een Belgische icoon, voetbalicoon. Niet Jefke Delen, wel een levende legende, Jan Kullemans. Dag Jan. Dag Filip. Ik moet al lachen. Ja, ik moet al lachen. Hoe is het? Dat is goed. Altijd mijn eerste vraag. Hoe goed, is het met je? Goed. We klagen niet op het moment, dus ik voel me goed. Je ziet er in ieder geval fit uit. Ik kan me bezighouden. Ziet er fit uit en gezond? Ja, ik probeer toch een klein beetje te fietsen, want dat is nu toch qua sport het belangrijkste geworden. En af en toe wat wandel erbij, mm-hmm. Om een beetje in conditie te blijven. En ik zal niet zeggen het gewicht helemaal weg te houden, maar ik probeer het toch in ieder geval. En ik ben tevreden, ja. Fietsen, ik weet niet hoe dat komt, maar de laatste jaren, als je dat ziet, veel ex-voetballers die gestopt zijn. Allee, als je ziet, Gertje Verheyen, Frankie, Jelle Van Damme, Jos Daarde. Maar dat zijn al meer coureurs geworden, hè? Hey, dat is toch niet normaal? Ja, die mannen die spreken over een gemiddelde van 2,33 of meer. Ik zag Jelle Van Damme, die kan meedoen. He? Ja, die schijnt gaat in... Die begint te koersen. Ja, koersen, ja. Schoon de carrière maken als wielrenner dan als voetbalist, bijna. Ja. Hey, Geert de Vlier, hoeveel kilometers doet hem? Ja. Gert ook, hè? Ja, allemaal die mannen. Plus, zeg het, aan een serieus tempo, hè. Ja, dat zal wel. Maar ja, het is plezierig en iedereen moet dat voor zijn eigen uitmaken. Ja. Ik heb zowel in Westerlo als in Lier... En mijn groepjes nog, leer mijn vrienden van vroeger, uiteraard nog van nu. En iedere vrijdag, dat spijtig genoeg de laatste tijd niet gebeurd, omdat iedere vrijdag hier serieus geregend heeft. Gaan we toch altijd een tour doen. Maar ons toeren komen erop neer dat we achter de tour op gemakske rustig gaan. Tuurlijk. Een pintje kunnen drinken. En, recreatief. Ja, en ondertussen, ik heb dat gewoon weer eens, hou je toch de vorm, hè? Ja, we zijn wat bezig, hè. En we kunnen een klappetje doen, dus het is, het is aangenaam. En dat doen we hier zondags ook meestal. Dus gewoon ons 60, 70, 80 kilometers. Nagelang het weer uiteraard, want dat is wel belangrijk. Ja, het is plat. Hier is het niet altijd zo plat. Nee. Richting Scherpenheuvel. Ja, dat begint. Je zit natuurlijk niet in de bergen, maar het is een klein beetje. En dat is plezierig. We kunnen naar alle kanten uit. We kunnen gewoon naar dat water rijden. Dan we gewoon naar het water rijden. Dat is plat. En als we richting Scherpenheuvel rijden, Aarschot, dan zit het toch al een klein beetje. Ja, begin het. Hè. Voor de jongeren onder ons, ik ben toch verplicht van uw bescheiden cv even voor te lezen. Ik ga niet alles lezen, want ik zit hier voor 2 uur dan. Maar als we spreken over Jan Kullemans, dan zitten we toch al 515 matchen in eerste klasse. 96 caps met de Rode Duivels. 3 gouden schoen. 3 keer profvoetballer van het jaar. 1 de trofee van de Fairplay. 2 keer de nationaal trofee van sportverdiensten. En 3 keer man van het seizoen. Ik kan er hiermee stoppen, of anders heb ik geen blaren genoeg. Dan komt mijn volgende vraag heel spontaan naar mij toe. Mis je het voetbal momenteel? Nee. Totaal niet? Nee, totaal niet. Al waar dat ik het volg uiteraard. Ja, ik volg de club. Ik volg uiteraard nu Westerlo. En Lierse van de Passtand. Omdat dat eigenlijk toch de ploeg is waar ik gestart ben. Dat blijft toch ook altijd in mijn hart zitten. En ik ga af en toe naar de club kijken. Af en toe, dat bedoel ik 1 à 2 keer per jaar. Maar ik volg heel veel Westerlo. Maar ik ben... Je hebt er ook trainer geweest. Het gaat nu... Ik heb er nog trainer geweest, uiteraard. En heel lang. Ik heb hier 11 of 12 jaar gezeten. En dat doe ik ook met de vrienden. En dat is dat open, dat ze altijd winnen. En is dat niet zo, oké, dan drinken we op het gemakje een glasje. En we baseren ons. Ja. Maar ik volg dat wel, maar niet intens meer van te zeggen. Ik was 58 dat ik gestopt ben als trainer. Ik zat in Deinze. Dat was het laatste? Dat was het laatste. Een heel mooi jaar gemaakt, ook overgegaan. Maar dan zat ik in mijn auto van Westerlo naar Deinze.
En dan dacht ik... Goh, verdomme vent. Dat is een afstand, hè. Dat terugkomen was zo erg niet, maar nog in de rijden, Kennedy-tunnel en al die toestanden, dan zeg ik... Ja, ik wil wel bezig blijven tot mijn 60ste, maar ik ga proberen wat dichter bij huis. Ja. Hier in de omtrek, ja, Westerlo. Ja, tuurlijk, logisch. Ik heb dan nog een kans gekregen, maar ik heb het meer gedaan. Ik was toen aan het fietsen, meer en meer terug aan het fietsen. En ik dacht, ja, nu ga ik fietsen en ik ga een koffie drinken en ik kom thuis en ik heb geen zorgen. En toen ik stop ermee. Ik ben dus dan dat je beseft van, amai, wat betekent. Ja, de andere kant, omdat je mag het ook niet vergeten. Ik was 16 jaar en ik heb het volgehouden tot 58. Dat wil dus zeggen, uiteraard tot mijn 34ste voetballer. En dan nog toch een hele periode trainer. En dat is met vallen en opstaan, met goede momenten, met minder goede momenten. Moet dat weten. Ik heb dat altijd goed beseft. Als je trainer wordt, dan ga je goede momenten nemen en ga je ook eens heel slechte momenten nemen. Mm-hmm. Dus ik heb dat altijd heel goed kunnen plaatsen. Dus op dat gebied vond ik dat een tijd was voor ermee te stoppen. Als ik zei van mis je het voetbal, daarmee bedoel ik ook, ik zit volledig op dezelfde golflengte. Qua voetbal missen. Maar wat ik wel mis, is wat we noemen de geur van de kleedkamer. Weet je? Ja. Dat af en toe, dat pikt nog. Dat is een feit, ja. En ook het feit over laatst. Bij mij was het, ik weet al niet meer, veel jaar, maar minstens 10 jaar dat ik nog naar de reunie had geweest in Club Brugge. Hetzelfde. Hetzelfde. Ik heb er geweest en dat was ongelooflijk, hè. Je ziet die oudere mannen terug waar met voetbal. Je ziet de jonge mannen. Schrikkelijk. Ongelooflijk. We waren er ook. Dus dat is toch een moment dat je zegt, godverdoren. En ook, al de herinneringen komen boven. Wat hebben we allemaal uitgesproken? Allee. Hoe hebben we het allemaal gedaan? Hoeveel plezier hebben we gemaakt? Die dag, hoeveel keer zijn de woorden, weet je nog? Ja, tuurlijk. Gevallen? Ja. Niet te doen. Nee, dat is inderdaad zo. En dat is wel eens fijn, omdat... wanneer zie je die gasten nog? De kans is alleen heel groot dat je dat op reunies doet. En het spijtige van al, ik wil zeggen, op begrafenissen. Dat je jongens jammer nog ziet. Jammer genoeg. Dus ik bedoel maar, dat is iets wel dat me bijgebleven is. En ik heb nog wel nu gezegd van, als dat volgend jaar weer is, ga ik weer gaan. Zijn we dat terug? Ik heb me heel goed gaan bezeeën. Vroeger... Allee, als Johan Kokkelberg belde, zei ik, maar een keer dat je gaat, dat je ziet die mannen terug, dan heb je weer een goesting van de... Ja, dat is een feit. Omdat je zit met die afstand ook in het begin. Ja, maar dan blijven we dat slapen. Dan blijft dat natuurlijk slapen, maar dat je 20, 25 jaar hebt, dan kei je op, maar hij rapt nog op Brugge. Absoluut. Maar nu, dan denk je er al een klein beetje meer over na. Maar het was, ik heb mij ongelooflijk goed gaan bezeten. Ja, dat is top. Plezant van die jongens nog allemaal terug te zien. Waar ik persoonlijk ook nog moeite mee heb, en dat is dus mijn vraag. Bekijk je nog een volledige match op tv? Ik probeer toch... Ik ken dat moeilijk mee. Ja, ik kan ook. Ik kijk, wat ik er juist heb gezegd, naar de club probeer ik te volgen. Ja. En dan kijk ik erin en soms ben ik heel content. En zondag was dat iets minder. En dat deed alleen niet met resultaten maken, maar ook met de manier waarop. Dat blijf ik wel volgen. Maar moeilijk voor... Allee, ja, ik zeg maar iets. Zonder die ploegen naar voren te schuiven of achteruit te schuiven, maar Gent tegen... tegen Westerlo. Nee. Westerlo, Westerlo kijken. Maar nee, ik kijk niet. Nee. Voilà, een hele match. Ik volg alleen Brugge en Westerlo en de Leerse bewijs. Ja, samenvatting. Ook Champions League volg ik in zekere mate, maar ook niet, niet constant. Alles, dus als ik thuis ben en ik ben alleen thuis, dan kan ik wel naar een wedstrijd kijken. Maar voor de rest... Correct. Maar ik volg het van op afstand, dat wel. Ja. Maar gewoon even naar de Rode Duivels. Ik stel me dikwijls de vraag, want ik heb de nationale ploeg gekend een bepaalde periode. Hij zeker. Het was een ander tijdperk. De mogelijkheden waren anders. Maar weet je, als ik vanaf de selectie van Tedesco tot dat die mannen aankomen
in Tubize. Als ze daartoe komen en ik bekijk dat en ik zie, die, je weet al wat ik ga zeggen. Ja, maar die tijden zijn allemaal veranderd. Hè. Ja, maar dat... Die jongens zijn er ook ingegroeid. Die zijn, ja, uiteraard. Verstaat het? Allee. Wij komen uit een periode... Laat ons er ook eerlijk zijn. Ze stonden ons ook niet op te wachten met camera's. Hè. Dat bestond toen, dus nee. Bij wijze van spreken niet. Nee. Nu iedere maar... stap dat die jongens zetten, wordt gevolgd. Ja, maar hij kwam er ook niet toe met de rok aan? Nee. Of met een Ferrari? Bedoel... Nee, dat is een feit. Maar ja, dat bedoel ik. Ja, daar ben ik 100% mee u eens. Maar langs de andere kant, dat zijn allemaal jongens die dus op heel jonge leeftijd bijna vertrokken zijn op het buitenland. Die dat allemaal hebben meegemaakt. Het komt ook op neer. Ja, dat gaat over geld. En, zij antwoordt nu al op mijn volgende vraag. Ja, dus die jongens zijn daar, ja, die zijn niet anders gewend, hè. Die zijn daar ook gewoon ingerold. En gerold, ja. En ik weet niet wat dat over 20-jarigen zijn. Maar dat gaat weer veranderen, hè, geloof me. Dat gaat altijd een periode zijn. Dat zijn modeverschijnselen. Dat zijn modeverschijnselen. Maar aan de andere kant, laat ons zeggen, en nu en in onze tijd, voordat je aan die deur klopte van de nationale ploeg voor geselecteerd te worden, herinner ik mij, je moest toch... Zeker een half seizoen minimum, of misschien wel een hele seizoen, op topniveau spelen. Om te gaan kloppen, voor te zeggen, kan ik geselecteerd worden? Manier van spreken. Ja. Nu zie ik gasten, ik hoor namen, achter 3 goede matchen. Zijn ze er al, hè? Ja. Ja, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit, als je... Ik denk dat dat juist is, maar ik weet dat niet 100%. Als je een interland hebt gespeeld, kun je niet naar een ander land gaan voetballen. En we zitten, laat ons er eerlijk in zijn, toch met veel jongens die 2 kansen hebben, hè? 2 mogelijkheden hebben. Ja. En als je die jongens dan laat spelen, okay. Dan ga ik denk dat dat zo is. Ik ben er niet 100% van overtuigd, maar ik zal er nekker meteen niet ver naast zitten. Hij heeft gespeeld. Maar je hebt toch ook Belgen die okay, die goed spelen, die presteren, maar dat is snel, veel sneller dan ons internationaal wordt. Maar dat is nu het fenomeen weer van een trainer die de jeugd kan brengen op het juiste is moment. Belangrijk. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus, en die hebben bijna niks te verliezen, want die mannen mogen een kwartier meedoen. En die zijn toch goed bezig in hun club. En we pakken er eens bij. En je gaat dat altijd zien, de jongen. Die er de eerste keer bij komt, gewoon 9 kans met 10 ook op plaatsen. De 10 minuten of 5 minuten of kwartier mogen invallen. Zijn visitekaartje nog. Dat is, dat hoort er zo wat bij. En ik, op zijn eigen vind ik dat niet zo erg. Als ze daarna dat niveau omhoog krijgen. Absoluut. Ja. En bij de ene lukt dat, bij de andere gaat dat iets langer duren. Maar we gaan niet kunnen ontkennen, denk ik, dat allemaal wel jongens zijn die een zekere kwaliteit hebben. Je gaat geen pottekenstamper erbij pakken, want nee. Dus... Spreek van nationale ploeg. Minder wedstrijden zich bewijzen om geselecteerd te worden, maar ook transfer naar het buitenland. Ja, tuurlijk. Vroeger jaren bevestigen in België. Niet jaar, jaren. En dan pas buitenland. Nu natuurlijk terug die modeverschijnsel, een paar wedstrijden. Maar ik denk dat dat ook wat te maken heeft met het feit, er zijn talenten en uiteraard komt dan 2 aspecten daarvoor. Ten eerste de centen, we laten ons daar niet over discussiëren. En dan naar dat buitenland, naar gelang welke ploeg dat je komt. Vroeger, in onze periode, bestond dat iets minder. We speelden wij ook in een heel sterke competitie. Hè? De periode van de 3 buitenlanders. Dat is natuurlijk wel... Dat houdt de betere voetballers ook in België. Ja. Hè? Maar nu natuurlijk, het grote verschil is dat er nu veel jongens al van 16, 17 jaar weg zijn. Dat was, denk ik, in ons periode bestond dat dus niet. Hè? Nee. Dus dat is dan weer die evolutie. Ja, en de 3 buitenlanders die dan... Laat ons, alleen bij ons vroeger kwamen, dat waren meestal de 3 beste van de klas. Ja, dat waren betere, hè, ja. Ja, anders kwam je niet. Nee, dat kwam je niet, hè.
Op heel goede Nederlanders hebben hier gezeten. Van Rijzenbrink en Naan en de Zabba. Dat was een tijd bij Club. En al die buitenlanders. Spelbos, Spelbos, al die mannen. Dat zijn mannen die kwamen en die waren zeker tussen aanhalingstekens van hun plaats. Ja. Omdat ja. die de kwaliteit hadden, een beetje meer waarde op een of andere manier. Absoluut. Waren aan de man die, ja, Spelbos. Ja, dat was een leidersfiguur. Ja, hè? Dat was een die door de muur riep, daar hadden we respect voor. Dus op die manier is het serieus veranderd. Hè? Als je van de spelers naar de trainerswereld gaat, dan vind ik het weer, maar dat is mijn persoonlijke mening, veel buitenlanders als trainer in België. Alhoewel dat ik persoonlijk vind dat we wel materiaal hebben als trainer. Waarom krijgen die in godsnaam niet meer? Ik spreek niet van krediet, een keer dat ze trainer zijn, maar gewoon een kans. Als ik zie wie dat er analist, want dat is nu ook de mode consultant-analist, maar dat zijn allemaal potentiële trainers. Hè. Ik noem er maar twee omdat we ze kennen. Ja, ja, de Gert Vrijen en Frankie van der Els. Ja. Dat zijn twee top trainers. Ja. Tuurlijk, maar ja, op een gegeven moment denk ik, bijzonder dan bij Geert, dat... ik voel, ik ben geen trainer. Ik kan dat niet aan. Hè? Dat heeft hij ook laten weten. Dus in Oostende, dat lukt langs geen kanten. Die mentaliteit van die jongens, dat moet er natuurlijk allemaal... Maar, hè, want als je trainer wordt en je hebt gespeeld op ons niveau, dan ga je meestal naar een ploeg die minder is. Ja. Hè? Ik ben gestart in Eendracht Aalst. Goeie ploeg. Goeie voetballers, ja. Maar toch heb het gevoel van, hè, zie je dat nu niet? Dat je een bal krijgt, moet hem, nee, zonder te controleren, om maar een voorbeeld te geven. En die knop moet je volgens mij als trainer proberen, zeker dat je niveau hebt gehaald, om te draaien, want anders gaat er radicaal onderdoor. Ik denk dat, zijn. En dat heeft Verheijen niet kunnen doen. Ja. Hè, heeft dat ook daarna gezegd. En is, Gert is al lang keer die trainer geweest. Natuurlijk, ja. Hij heeft nog bij de jeugd wat gezeten en dat is misschien meer zijn ding geweest. Tuurlijk. Een beetje uit de schaduw. Dus maar ik bedoel, het zijn er nog veel anderen die... Ja, het is niet logisch dat er nu al veel, 3 of 4 trainers nog in België zijn, die in eerste klasse bezig zijn. Hè. Ongelooflijk. Hè. Van Nazenbroek tot... Maar zo zal ik er dan ook nog bijpakken. Ja, of Italiaan. Frankje. Ja, bij Genk. Ja, maar voor de rest... De rest zijn bijna allemaal buitenlanders. Ik kan me nog misschien een de Mil, vergeten. Hier? De Mil? Rick, juist. Dus ik vind dat wel... En dan omgekeerd minder, hè? Buiten, laat ons zeggen, Philippe, Clement. Ja, maar hoeveel? Top. Ja, we hebben maar een aantal jongens gehad, van Erik Gerrits tot Clement. Ja, maar ik is op één hand aan. Ja, tuurlijk. Die in het buitenland... De Hugo, nu? De Hugo, uiteraard. Dus... Ja, ik weet niet hoe dat komt allemaal, want ja, de kwaliteit denk ik dat die wel aanwezig is. Alleen, gaan we het misschien niet zo goed kunnen verkopen, denk ik dan. Hè? Ik weet het, het zou kunnen. Ik weet het niet. Huh? We spraken toevallig van Spelbos bij Club Brugge. Wat ik ook mis de laatste jaren. Ja, de laatste jaren. Jij was bijvoorbeeld eerst en vooral een kapitein van de ploeg, 10 jaar bij Brugge. Maar ook een leidersfiguur. En daarmee noem ik een stille leiderfiguur. Je had niks nodig van wat dat er niet bij het voetbal hoorde om op te vallen. Je bent de leiderfiguur geworden. Waarom? Eerst door je prestatie. En ook een feit, een beetje de DNA van Club Brugge, die volgens mij de laatste tijd een beetje verloren gaat. Ik hoop van niet, maar ik zie wat ik zie. Dat is de mouwen opstroppen. Ja. En gaan. Zo zijn de geen leiderfiguur geworden, zowel bij Brugge als bij de nationale ploeg, van mouwen opstroppen. En mannetjes, volg mij maar. Ja, dat is waar. Daar mis ik nu een beetje de laatste tijd. Ja, dat is inderdaad zo. Ik vind altijd dat als je voetballer bent, kun je goed en slecht voetballen, dat is de logica. Het enige wat je wel altijd kunt, is je inzetten. Hè? En achter een bal lopen waar iedereen wil van weten, ik raak er niet aan. Hij raakt er niet aan, maar toch achterlopen. Dan kun je, sommigen gaan zeggen, dat is een ongelooflijk een dommerik. Voor de meeste een deel gaan zeggen, en dan bijzonder in Club Brugge. Zo moet het. Dat is onze ploeg. Dat spreek ik van deel. Ervoor. Dat is inderdaad zo. En dat evolueert allemaal. Er zijn nog jongens die dat doen.
Maar het is allemaal zo wat meer technisch. Hè. De club wil ook meer technische spelers gaan halen. Ja, en weet je wat? Oké, Jan, maar jij hebt nog ervaring als trainer. Nu spreekt iedereen over data's en statistieken. Ja. En dan stel ik me dikwijls de vraag van, ja maar, in onze tijd. Oké, we zijn like 200 p's hier, die spreken van voor de oorlog. Maar zo lang is dat ook niet geleden. Ja. Wij hadden toch ook sprinten. Intensiteit, weet ik veel, van korte sprints en lange sprints. Wij deden dat toch ook. Maar daar spraken we niet over. Ja. Waren er geen statistieken. Waarom? Dat was toch maar normaal. Ja, ja dat bestond allemaal dat bestond niet. Toch? Dat allee. Bestond allemaal niet. Hè? Ja, ik weet dat nog. Maar wij hebben dat normaal beschouwd. Ja. Als je dat nu doet, hè, dan als trainer, wat wij moesten doen met Kessler, die 10 keer 800 meter in Tillegenbos. Ja. Als je dat nu doet, dan ligt er een dag daarna buiten als trainer. Hè. En dat gaat niet het bestuur zeggen, maar de physical trainer gaat zeggen, maar dat kan niet. Hè. Dat is het grote verschil. Je ziet dat ook op de bank. Daar zitten dus 4, 5 trainers. En een trainer, het enige wat hij nog doet, denk ik, is een ploeg opstellen. Dat is al. En al de rest altijd de vervanging nog niet, hè, want er zijn jongens bij die na een uur moeten vervangen worden, omdat ze dan zo gezegd met een bejaken, dat komt er dan op in het rood. Ja, en er zal natuurlijk wel veel waarheid in zijn, hè, van te zeggen, ja. Vervangt hem, want het zou kunnen dat binnen een kwartier gekwetst geraakt. Maar het is, dat bestond vroeger allemaal niet. Hè. Ah, kan je dat voorstellen, omdat je erover spreekt, dat wij toch kwartfinale, halve finale, Europees kampioen, noem maar op, hè, de palmares. Ik zie ons nog zitten in het Hotel Saint-Paul in Knokke, bijvoorbeeld. Bij Henk Goddard. Raymond Mertens, zijn er twee. En die waren hier kinesist en 16 spelers. Ja. Stop. Ja, juist. Ja. Door mij zie je dat de voetbal ongelooflijk geëvolueerd is. Hè. Dat is toch niet dat normaal? Is, ja, inderdaad. Drie mannen en 16 spelers. Ja, ik vergeet dat. Ik was hier trainer. En Danny Vlaai was mijn assistent. Ja, Danny. Ja. En dan gingen wij lopen. En hij op een mountainbike. 12 per uur. Hè, fietsen. En die mannen achterlopen. Om er een voorbeeld te geven. Nu zeggen ze, ga eens lopen. En ik kom terug en we kijken. Ah ja, je had net toch gedaan wat je moest doen. Maar ja, het materiaal is nu allemaal voorhanden. Het zou ook dom zijn dat je het niet gebruikt had. Absoluut. Dus absoluut, en de wetenschap verandert allemaal. Maar het is toch, het is bijna een ander sport geworden. Ja. Ja, ik denk dat dat ook allemaal te maken heeft met het feit dat we gaan proberen zo weinig mogelijk blessures te hebben. Ja, preventie, ja, dat is ook. Dat gaat misschien wel wel waar zijn, maar niet ook, niet, want er vallen nog veel jongens, spijtig genoeg, voor lange tijd uit. Maar ja, het evolueert zo en we kunnen er blijven over discussiëren. Het zal blijven evolueren. Hè? Ja. Toch zeker die modeverschijnsel, dat je zegt. Ja. Nu dat we toch bezig zijn en dan gaan we ermee stoppen. Met van vroeger en van nu te spreken, want tenslotte, we moeten vooruit. Wat dat ik ook af en toe zo zeg van, waarom is dat? Wij hebben de eer gehad van toch wel wat ereronden na de wedstrijd te lopen. Als je kampioen speelt, als je de beker wint, tegen Dortmund, dan met 2 of 3 keer rond het veld gelopen, ereronde. Maar ja, dat was ook een reden. Als je dat nu ziet, achter ieder wedstrijd, winnen of verliezen, en dat dan nu Westerlo, Club Brugge, standaard of gelijk wie. Dat is overal, hè. Een ereronde en handjesklap. Hey. Als ze winnen en ze doen een ereronde, dan komt af en toe de kinders mee. Binnenkort Boma en een kooi met de papegaai. Verliest, ga je ook nog een ereronde doen. Dan word je daar uitgescheten en moet je daar blijven staan en op je kop krijgen. Dat heeft niks met logica te maken. Hè. Ik heb dat ook al dikwijls gezegd. Een hele ronde, oké, dat gewonnen, daar is iedereen tevreden. Ja, hij kampioen zit. Ik heb in de week weer de beelden gezien van Union tegen Standaard. Dan stond er de ene
te roepen. En die jongens moeten er zo in kijken, dan denk je mijn eigen... Wat? Hij heeft toch niks meer. Wat deed dat met voetbal te maken? Hebben nu de supporters te veel krediet gekregen, denk je? Ze zijn een onderdeel van een club en die tegenwoordig... Ja, maar vroeger toch? Ja, maar nu meer precies macht krijgen. Hè? Je moet er al in gaan, we zonder dat het slecht gaat. Ja, maar waarom? Allee, ja, respect voor die komen. Het is iets dat gecreëerd is. Hè? En meestal wordt zoiets gecreëerd als je wint. Hè? Dan doet een ploeg dat. En ik en als trainer van een klein ploegje, we winnen dan drie keren is, op een jaar. Die andere keer, wat moeten wij gaan doen dan? Dus het wordt gecreëerd. En dan we winnen, gaan we het dus ook doen. Hè? En zo gaat dat verder. Want dat zijn de spelers alleen niet. Ik zag nog de club. Hé. Dat is moet meegaan. 18 man en de technische staf. Iedereen gaat mee. Een klapje doen. En... Ja, dat is weer dat. Het is alleen maar broer dat niet. Al 26 keer gezegd heb, dat evolueert in die richting en iedereen doet dat daarna. Hé. Dat is verplicht. Want ja, bij ons komen ze niet toe. En we hebben toch gewonnen. En wij staken vroeger ons handjes op. Ja, en we gingen binnen. Nog verdienen, ja, en toen een pint gaan uitleggen. En nou, gelang tegen wie dat gespeeld ging dus rond. Maar ik kan me daar nog altijd niet al te veel van herinneren. Dat wij dat constant hebben gedaan. Verliezen en gaan uitleggen waarom. En ik kan me dat niet inbeelden. Nee, ik kan ook niet. Nee. Maar ja, we zijn van een andere tijd. Hè. We zijn van een andere tijd. We worden oud. Jan, je had het al gezien. Ik kan hier met Mutske van Bayern. Ik heb hier veel papiertjes in liggen. Ik zou graag hebben dat je er één per één vijf eruit haalt. En dat je me echt, dat gaat van namen naar gebeurtenissen, naar plaatsen, die misschien met je hoofd niet met jou te maken hebben. Eentje per één. Eén. Tenerife. Ja, dat Tenerife. Dat is iets waar ik toch redelijk veel heen ga, of waar wij redelijk veel heen gaan. Rond deze periode, en dan februari, maart, dat was onze eerste vakantie van het jaar. Ga je graag naar de zon? Ik ga graag naar de zon, omdat ik heb nog nooit in mijn leven geskiet. Dan heb de keuzes van rond te wandelen in de bergen. Of nog goed weer gaan. En ik ben dat van jongst af aan gewoon. Natuurlijk. Het gaat niet anders. Want in mijn periode dan, als ik heel jong was, dat was je mocht niet gaan skiën. Want als je gaat skiën en je per ongeluk breekt je been of weet je dat. En ik was toen zo braaf en ook naïef van te zeggen, ja dat is het. Hè. Dat mag niet. Dat doen we niet, met de motor rijden of wat, dat kan niet. Hè. En nu gaan we al een aantal jaar naar Tenerife. We kennen er heel veel mensen omdat je er komt. En er zitten ook heel veel Vlamingen. Dus, genieten. Genieten van en eens gaan fietsen richting de tijden een beetje, maar niet tot boven. Villa Flor. Leuk. Dat is meestal, ik zal maar oud vasthouden. En iedere keer goed weer. En meestal is dat wel in zal dingen. Zijn. Dus op dat gebied zie ik er naar uit, ja. Tweede. Het EK in 80 Italië. EK 80 Italië. Ja man, dat is een beetje geleden. Dus dat gaat volgend jaar 45 jaar. Hè. Dus dan zal dat op een of andere manier weer te sprake komen. Ja, hè. Dus ze hebben het alles gevierd, 40 jaar. Voor mij belangrijk de doorbraak als internationaal, vind ik persoonlijk. Ja, dan met de club kampioen hebben gespeeld, ja. 29 doelpunten, vertrouwen was er. Dat was de springplank, op internationaal gebied. Ja, ik hadden dan die belangrijke wedstrijd in Schotland gewonnen, voor naar de EK te gaan, na zoveel jaren. Toernooi met echt ploegen. Italië, Duitsland, Engeland, Nederland. Alleen maar grote. Ik geloof dat Slovenië of Tsjechoslowakije was voor ons was nog, denk ik. Erbij was wij als klein ploegje. Spanje uiteraard. En de actie zijn ik vergeten.
Ja, dan gaat het rennen en ik zeg content, want ja, we hebben het bereikt en we zaten dan, hè, de eerste wedstrijd was tegen Engeland en de tweede was tegen Spanje ja, en de Malpe, derde, jongen, en Duitsland vergeet ik dan al. Hè, de derde was dan tegen Italië, Duitsland en de finale was dan tegen Duitsland. Dus ik bedoel maar, ja, dat was voor mij de doorbraak van ik heb het gevoel nu dat ik als internationaal wel mijn plaats heb. Je stempel gedrukt voor lange tijd. Ja, want dat weten dus de eigen. Ja, het is het begin van misschien een heel mooie periode. Het was ook het begin van een heel mooie periode. Dus, ja, gekoppeld aan club, hè? Ja, okay, ja, uiteraard. Dan kwam de Hoogwaardperiode. Ah, ja, tuurlijk. Dus alles wilde in... De 80er jaren waren perfecte jaren. Ik heb dat altijd gezegd. Dat was voetballer van de mooiste jaren die er waren. Maar ja, dat was het begin van ook mijn internationale carrière. En dan voel je dat van, ja, maar misschien ook wel een ploeg die iets langer kan meegaan dan een uitspraak. Ja. Dat is ook gebleken. Dus ook voor mij de mooiste. Iedereen zegt, Marian, Mexico. Ah ja, Mexico, dat is toch... Die zit er ook in. Ik zeg, ja, natuurlijk was dat ook mooi, hè? Maar dat was het begin voor mij. Dat was, de start van... Dan kreeg ik de overtuiging van, ja, ik kan misschien wel op internationaal gebied toch ook nog iets gaan betekenen. Dus dat is dan Italië geweest. Ja, Jan, de derde. Een zwart tepergaas. Wilfried van Moor. Oei. Wilfried van Moor. Ja. Voor mij een hele goede vriend. Ja, goede ja, collega. Een hele ja. goede vriend. De man waar ik toch naar op zag. Ik heb nog, dat heb ik van heel weinig spelers gezegd. Spijtig genoeg overleden, spijtig genoeg dat ik er niet kon bij zijn, dat ik op verlof was. Ja, leren kennen, toch ook een heel belangrijk onderdeel geweest van het succes van de Rode Duivels. Je voelde dat aan, 80, maar ik ben juist over 80 geweest. Ja, we zijn toch met een ploeg bezig die wat jeugdig is, die misschien wel kan lukken. Jeugd en toch ervaring bepaalde. Allee, ligt... toch ervaren, jeugd, maar toch ervaring. Ja, maar toen... Leiders. 788, dan zitten dus 20, 778, sorry, zitten 20, 21 ja, ja, ja. jaar, 22 jaar, veel. Erwin van den Berg, noem ze maar op. Verkouteren, ja, dus dat waren allemaal mannen van nou ja, 30, goede twintigers. Dat is nu, is dat die ervaring, toen was dat nog meer tussen. En... er was een schakel die ontbrak in die nationale ploeg. Guy Thijs heeft dan Wilfried van Moor terug gaan halen in Beringen. En dat klikte. Wilfried was ook een grote leider zonder woorden. En hij was, echt die schakel die ploeg zo echt bij elkaar nam. En heel volwassen... spelers op jonge leeftijd, ja. Leek me. Ja, uiteraard. Tuurlijk, maar dan ook een klein beetje ervaring, omdat we in een goede competitie speelden. Ja. Dat was mijn mening erover. We speelden in een goede competitie en Wilfried heeft een prachtig 80 gespeeld. Was toen al 36, als ik me niet vergis. Ja. Heeft nog meegegaan naar Spanje. He, mocht meegaan en mocht er weer voor te spelen. Ja, ja. Dat was zo van oké. Okay, maar dat toonde wel dat onze belangrijk dat hij was. Ja, tuurlijk. En, ook, en dat was ook dan het grote voordeel met Guy Thijs. Guy Thijs heeft op een gegeven moment ook eens dat we in Rotterdam gaan spelen tegen Nederland in 1985 voor de bus ingekomen en gezegd: jongens, jullie hier allemaal gaan mee. He? En dan spraken we dus over Danny Feit. Philippe de Smet, Patrick Vervoort, al die jonge gasten ook allemaal. Dus die waren al zeker. Ja, ja, ja. Dus
En dat heeft Guy Thijs ook gedaan met de Wilfried. En die kon zich daarbij neerleggen. Terug, ik kan mee. Heb hem nodig. En voor de rest ga ik tussen aanhalingstekens hier, zolang dat mij zijn, op vakantie in Spanje. Dus belangrijk, nog altijd heel veel spijt. Plus ook het feit, wij gingen bijna iedere week samen iets drinken. We reden naar Rasselt, kwamen samen. We dronken door een duveltje of een wijntje. Een uurtje, twee uurtjes. Na de middag en we waren weg. Dat heeft mij ongelooflijk hard gepakt. En ook het feit, ja, je hebt geen afscheid kunnen nemen. Hè? Ja. Zoals dat je naar de kerk gaat, dan zeg je, godverdomme, ik ben er nog bij geweest. Dat is dus door omstandigheden niet gelukt. Ja. Belangrijk persoon prachtige, voor u. Prachtige gast voor mij, ja. Voorlaatste, Jan. Is hij. Ja, we blijven er dichtbij. Guy Thijs, ideale bondscoach. Figuur. Wist hoe dat in elkaar zat. Guy Thijs is ook altijd een trainer geweest. Bijzonder uiteraard aan nationale ploeg. Van, ik probeer een ploeg te creëren, want hij heeft in het begin ook problemen gehad. Hè? In het begin van Guy Thijs. Ik denk dat er op een gegeven moment 50 jongens zijn opgeroepen. Totdat op een gegeven moment dat, ja, die voorbereiding begint voor het TK in Tachtig. En dan moet je op een gegeven moment nog naar stilletjes aan naar proberen een ploeg te gaan. En jij zit iets beter dan ik, maar dat verschil is niet zo. En dat is zo stilletjes aan ingegroeid. En dan zijn de successen gekomen. Guy Thijs was ook een trainer waar je dus altijd bij terecht kon. Ja. Beetje vaderfiguur. Ja, een echte vaderfiguur. Een echte vaderfiguur, ook het vertrouwen geven aan de jongens. We waren bijna met tienen die bijna altijd zeker waren van hun plek. Ook in een minder periode bij je club. Wist je van. Het ging dan alleen over de linkerback. En dan was dat dan met Michel Rancard en de Mark Baken. Dat waren dan, voor de rest stond bijna iedereen er altijd in. Palmarès zegt genoeg, hè. met alles mee mogen doen. 5 jaar buiten 88. En we aan alle toernooien meegedaan. Grote figuur van het Belgisch voetbal, hè? Goedals, ja, Thijs. De grote trainers. De grote trainers, hè? Misschien wel de grootste. Ja, ik denk het wel. Hè? De meest emblematische figuur. Ja. Pak Erik er ook wel bij. Gerrits, omdat die dan waar te boven gezeten heeft. Ongelooflijk resultaten gehaald. Ja. Maar hij was de man die in... Guy Thijs was, Guy Thijs en... het is bijna een stripfiguur. Ja, als er iets misliep, kon hij aan de rennen gaan. Ja. Ook altijd gezegd... Hij kon zij ook aanpassen aan ieder... Je gaat dat misschien ook wel ervaren, dat je ooit eens trainer wordt, doordat een trainersvak in elkaar zit. Want je weet als speler, hè, ik heb er ook eens een rakkevitje mee gehad. Dat is vrij snel uitgesproken geweest. En het feit van... Ja, denk er maar eens over na. Als je later ook verder wordt, dan ga je in situaties terechtkomen waar wij nu ook mee in terecht zijn gekomen. Tuurlijk. Je komt al tegen. Tuurlijk. Als je werkt met een... En dacht je toen van, godverdomme. Ja, uiteraard. Ja. Maar we hebben dat daarna ook dikwijls gezegd tegen elkaar. Hè. Want we hebben elkaar nog redelijk veel ontmoet. Zie je het nu wel? Zeg, ja, dat is waar. Ja. Je komt nu in een situatie waar je zit met een groep van zoveel, dan heb je 11 spelers die altijd tevreden zijn. Hè? En je hebt er die 5 toen die op de bank waren, oké, want je zit er op de bank. Morgen moet er dan ook nog een aantal in een tribune zitten. Die zijn minder tevreden over een trainer. Hè? En dat is... En dat moet je ook kunnen gereden. Dat was vroeger zo. Ik veronderstel dat dat nu ook nog zo is. Tuurlijk. Dus op dat gebied... Heel mooie momenten. Laatste, Jan. Ik ben benieuwd. Ja. Remco Evenepoel. Dat is wat jonger. Dat is een ander verhaal. Maar het zit eigenlijk toch ook een beetje voetbalverhaal in. Hè? Als je dat zo begonnen, hè? Begonnen als voetballer. Anderlecht, PSV en noem maar. Maar nationaal ploeg, gevolgd en dan op een gegeven moment
denk ik dan, ja, toch dat gevoel van, ja, misschien moet ik toch iets anders gaan doen. En ik kan dat fietsen. Ja, en dat je dan ziet wat hem allemaal heeft gedaan, dan moet je zeggen chapeau. Hè. Hij begint nog pas. Hè? En hij begint nog maar pas. En hij heeft al gewonnen waar veel jongens heel hun carrière van dromen. En hij gaat er nog heel veel winnen. Je moet een heel tevreden zijn dat hier allemaal rondloopt in België. Dat beseffen dat niet. Nee, we beseffen het altijd niet. Om de eenvoudige reden, met me natuurlijk. Ja, maar dat begon 40 jaar geleden. En ook al de beste coureurs, bij wijze van spreken. Altijd gat. Altijd gat. En als je spreekt, we spreken nu over wielrenner. Maar weet je nog, vroeger, tennis. Ja. We hadden Justin Henin en Kim Kleisters. Ja, met mijn altijd wereldtoppers. Ja, en we begonnen nog te zeggen, voor wie zie je? Voor Justineke of voor Kimmeke? Hey, maar we hebben er twee. Ja, tuurlijk. Hey? Tuurlijk. En wielrenner, hoeveel dat zijn dat? En wij dus, met ons klein landje, en wij echt de wereldtoppers. Hè. En Remco, en dat is het grote voordeel daarna. Die mannen kunnen nu gewoon een programma bepalen waar ze het beste in zijn. Dat ook de logica is. Niet normaal. Hè. Ja. En zo. En die koers heb ik veel kans van te winnen. En die koers kan ik niet winnen, bij wijze van spreken. Dat gaan we dat niet doen. Ja. Dus dat is zo allemaal wel ook weer... Zoals het voetbal, hè, Jan. Alles het wielrennen is ook zo... Het is ja, een ongelooflijk groot talent. Een karakterke, hè? Ja. Manneken, hè? Ik ken hem persoonlijk uiteraard niet. Maar ik denk dat je dat karakter moet temmen. Dat je dus op 21-jarige leeftijd... En tegenwoordig zijn ze allemaal de echte grote... zijn 20, 21 jaar geweest en die hebben een ploeg rond zich. En die ploeg is alleen bijna helemaal gestemd op. En je ziet dat nu ook inderdaad bij Quickstep. Ja, die laten hun spurters, die pakken wat jonge gasten als spurters. En die winnen dan ook al. Maar de basis is Remco Evenepoel. En daar staan de grote mate, de rondes, de walsen en de Amstel klassiekers. Dat zijn de koersen voor hem, hè. Het is een manneke. VDR wint hij. Ze zat bij ons in het hotel. En die wint voor de tweede keer Luik Bastenaken Luik. En na de koers komen ze terug naar het hotel. Weet je wat dat hij aan mij vroeg? Ik zou graag een groot pak frieten. Had jij achter frieten gaan voor mij? Ja. Ik keek naar mijn vrouw. Ik zei, wat zegt hij nu? Dus dat was zijn... glorie moment, manier van spreken. Een grote pak friet met mayonaise en frikadellen zitten. Allee. Ja. Maar ja, ik denk dat die mannen natuurlijk... Hey, alle dagen moeten die... Ja, dat wordt afgewogen. Een uurwerk, hè. En dan zo eens een keer, goed pak fruit. En misschien is het een duivel ene keer zo. Allee. Dat voor die mannen ook eens iets is. Wij deden dat toch ook vroeger, maar ja. Ja, wij deden dat ook, ja. Nee, dat is inderdaad zo. Dat is, ja, een uitlaatklep, ja. En dat kenmerkt ook die mannen, die moeten veel karakter voor hebben. Hè. En dat zie je ook met andere grote toppers, die voorbereiding, nu zijn die mannen weer weg, zitten die weg, weer de tijden. Maar die wonen daar in Spanje. Daar. Dus ja, dat, voor die spreken altijd over dat procentje meer. Hè. Hebben we dat dus nodig? En ik weet natuurlijk ook wel... als gisteren, als je hier 200 kilometer moet gaan rijden, dan stap je niet op een flow. Hè. Maar die zitten daar in Calpe, die zitten op Tenerife, die zitten... Dat is natuurlijk wel. Die stappen morgens op en dan hebben zo weer als vandaag hier, maar wel nog 10 graden meer of 15 graden meer. Direct meer voor de zon, dat is ongelooflijk plezierig. En dan kunnen die mannen professioneel koppelen aan het aangenaam. Ja, het is een ongelooflijk groot talent. En wij als Belgen hopen dat ook in de ronde werkkaas zijn. Hè. We zijn veel gewoon geweest ook. We zijn veel gewoon, maar we hopen dat... uiteraard zijn we nog met een Roglic en een Vingegaard, Pogačar. Dat zijn nog de vraagtekens. Maar hij heeft de leeftijd, hij kan verbeteren. En ik vind, wij als Belgen moeten hopen dat ook lukt. Hè.
Dat mogen wij ook eens hebben. Hè. Trots, een hele grote trots, kampioen trots. Die meedoet in de bergen. Hè. We zijn op verbeteren, we kunnen alles van de koers zien. De Wout ook. We kunnen nog koersen beginnen kijken waar we allemaal meedoen. Hè. Absoluut. Dat is een periode wat minder geweest. En nu in dat rondewerk zitten we terug met een hele grote kampioen die misschien top 5, top 10 of korter kan eindigen. Ja, 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 zeker. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. Hè. Maar het is in ieder geval een jongen die veel respect verdient. Oké, iets minder aangenaam, maar ja, we zijn er ook mee geconfronteerd geweest de laatste tijd. Hebben wij dus, natuurlijk, als je aan Club Brugge denkt, veel collega's zien vertrekken. De Birger Jensen, dat deed mij persoonlijk, omdat een keeper was, vrij aangedaan. Onlangs nog Jan Seurensen, Ulrich Lefebvre, Stefan de Mol, ook nog lang. Als je nu een lintmeter pakt van een meter... En wij zijn ongeveer van dezelfde generatie. En je knipt er 30 centimeter af. Of beter gezegd 65 centimeter af. Ja, dan blijft er nog zo'n stukje over. Dus wij zitten ook in ons laatste rechterlijn. Ja, tuurlijk. Doe je dat dikwijls nadenken aan genieten van kleine dingen? Ja, als je dat ziet? Je begint er meer en meer aan te kijken, hè. Ik heb ook dan nog Swayanses van Lierse, hè, die wel 78 ook was, maar wel samengespeeld. Dezelfde generatie. Begingen met te voetballen. Bijzonder ik. Jij bent nog wel een paar jaar jonger dan ik. Ja, je staat er toch wat meer bij stil. Hè. Vroeger keek ik zo... Ik 20, 25 jaar was, dan keek ik in de krant. En dan kwam op die laatste bladzijde... En dan, ja, wat verdorren. Een van 65, 67. Nou, dat is toch al wat ouderdom, hè. We zijn er, hè. En we zijn er, dus... vandaag is het heel goed. En morgen kan het dus voorbij zijn. Zo, en dat is iets dat je moet beseffen. Langs de andere kant, dan zegt men, en ik zeg dat ook, proberen van het leven te profiteren. Van kleine dingen. Ja, en gaat er altijd. Dat is ook de reden waarom ik gestopt ben op 58... En alleen nog wat doen wat ik graag doe. En voor mij is dat dan in grote mate mee fietsen. Dan kun je zeggen, maar ja, fietsen jongen, iedere dag of zoiets. Of, ja, maar nee, dat je plezier... Nee, maar je moet gewoon doen nog wat je graag doet. Ja. En lukt dat. En proberen gewoon ons verstand nog wat te gebruiken. En wat op een andere manier, zal ik niet zeggen, maar toch iets te veranderen aan de manier dat je... vroeger hebt geleefd, daar komt ook uiteraard wat door de leeftijd. Dat je nu zegt, nu ga ik eens alleen in het weekend nog een pintje drinken en een klein voorbeeld te geven. Zo van die zaken. Maar dan nog, ik ken mensen die niet gedronken hebben, die niet gerookt hebben. Voilà. En die toch. En toch, dus op dat gebied, je mag er ook niet te veel bij stilstaan. Alleen moet men weten, dat gaat geen 20 goede jaren meer zijn. Hè? Tuurlijk niet. Dat gaat een moment zijn dat het iets minder geworden. En ik stel dat ook altijd uit, want ik dacht in het begin, als ik 60 word, hè, dan, als ik 65, hè, ik word nu morgen 67. Hoeveel goede gaan we dat nog hebben? Dus dat zijn wel zaken waar we mee bezig zijn en waar je dan probeert op een of andere manier... te doen wat je dat nog graag doet. En als dat mogelijk is, door omstandigheden, het weer is goed, probeer ik op mijn manier ervan een beetje van te profiteren. Ik denk dat dat die kleine dingetjes zijn die gewoon belangrijk zijn. Absoluut. Ja. Genieten van kleine dingen. Allee, ik heb het moeilijk gehad met een burger. Ja. Waarom? Ja, collega, keeper. Ja, we hebben evenveel tijd naast het veld. Moet je geen tekening maken. Dus... Maar daar koppel ik mijn andere vraag. Als je nu naar het nieuws kijkt om 7 uur, tenslotte wat zie je op tv, niks anders dan oorlogen. Ja, miserie. Natuurcatastrofen, terroristische aanslagen. Ja. Noem maar op.
Heb je zo'n innerlijke schrik voor je kinderen en kleinkinderen eventueel als je dat ziet? Of relativeer je dat en zeg je van, oké, het is zo? Ja, het is zo. Hè. Veel gaat er kunnen aan veranderen. Wat ook iedereen erover bezig is en het klimaat en dit en eigenlijk gebeurt er weinig of niks. Die protesten, het is iedere keer iets anders en dat gaat blijven duren. Ik zie dat niet direct helemaal positief gaan worden. Nee. Dat is al jaren bezig. Het is te veel. En het gaat niet naar beneden, het gaat omhoog. De mensen worden minder en minder content. En misschien hebben ze wel gelijk ook, maar ik zie dat niet evolueren dat binnen 5 jaar of binnen 10 jaar helemaal anders gaat zijn in de positieve zin. Dus correct. Daarmee moeten we gewoon proberen, wij, die nog, op nog een bepaalde leeftijd is, hè, we gaan dat allemaal meer meemaken bij wijze van spreken, maar inderdaad, voor de kinderen, de kleinkinders, dat iets is waar we het kunnen bij stilstaan, maar waar wij weinig of niks kunnen aan gaan veranderen. Kom beetje per beetje aan het einde, Jan. Ik heb, ik weet niet of je dat kent, ik denk het niet, een Franse schrijver die noemt Marcel Proust en die heeft een vragenlijst ontworpen lang geleden van 40 vragen, maar ik kon er niet nog 40, ik heb er maar een paar. Probeer mij gewoon te antwoorden, kort en duidelijk op die volgende vragen. Bijvoorbeeld, wat is je meest opvallende karaktereigenschap van jou? Oei. Ik denk dat ik al heel lang altijd dezelfde ben gebleven. Van jeugd tot nu. Eenvoud? Eenvoud, dat veel mensen gaan zeggen, ja. Maar dat hij 20 jaar was. Is die nog altijd hetzelfde als Atom 67 is. Dus ik denk dat voor mij is dat heel belangrijk. Ja. Dat ik niet veranderd ben in die periode. Vind ik persoonlijk. Welke eigenschap waardeer je het meest bij je vrienden? Ten eerste eerlijkheid. En het feit dat je er een beetje kunt op terugvallen. Niet dat wij elkaar heel veel zien, maar er zijn er een paar waar je kunt bellen dat er echt problemen zou hebben. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Dat ze er zijn. Want ja, je weet dat jij even goed als ik. Je kunt die echte vrienden hè, kun je op één hand tellen. Of zo mag je nog een vinger of twee af, bij wijze van spreken. Maar dat vind ik wel belangrijk. Ik heb 2 goede vriendengroepen. Lier en hier. En dat is toch wel belangrijk. Wat is jouw grootste angst? In het algemeen? Ten eerste dat ik ziek worden, dat er iets gebeurt met kinderen, kleinkinderen. Ik denk dat voor veel mensen, hetzelfde gaat zijn. Hè? En dat is voor mij juist hetzelfde, ja. Wat is geluk voor jou? Ja, dat is in kleine dingen. Hè? U goed voelen, uw laatste goed zitten. Ik denk dat mee het belangrijkste is. Wat is tot nu toe het mooiste moment in je leven geweest? Oei. Ik denk dat dan nog altijd de geboorte is van je kinderen. Hè? Dat denk ik nog altijd. Hè? Dus, en dat is al 40 jaar geleden. Dat lijkt cliché antwoorden, maar dat zijn ze dus dat wel. Dat zijn ze ook. Ja, nu weer met madame, de dochter, een kleinkind. Dat is ook zoiets dat... Daar staat er niet bij stil, hè? Omdat ik heb 2 dochters en neem geen kinderen. Gaat dat nog gebeuren met mijn jongste, die is 33, mijn oudste is 40. En mist er dat niet? Ik zeg, nee, ik mis dat niet, want ik weet niet wat dat is. Maar nu, emmer 1, achter de andere kant, dat doet toch iets. Hè? Dat zou wel zijn. Ja, dat doet zoiets. Ja. Aan welke plek bewaar je de fijnste herinnering? Ja, toch hier, waar ik geboren ben, Sionsplein, waar je bent opgegroeid. Waar je dus in die periode, vrij vroeg, om 8 uur, morgen in de vakantieperiodes. Ik woonde op Sionsplein, 2 basketbalpleintjes. Daar moest zijn. Café de Basket?
Ja, Café Basket. En daar weer dus alle activiteiten besproken. Als je er om 8 uur was, dan kon je dus mee het toernooi doen van een basket. Je kon mee voetballen. Jezus. We reden de Ronde van Frankrijk. Al die zaken. Maar dan spreek ik uiteraard over ja. redelijk lang geleden. Maar toch, ja. Dingen die bijna niet meer bestaan. Nee, dat bestaan niet meer. Dat is ook helemaal veranderd. Hè. Dat is allemaal veranderd. Hè. Ja. Mooi. Ik heb hier nog een fotoke. Met alles wat je weet en meegemaakt hebt in je leven tot nu toe. Wat zou je zeggen tegen dat manneke? Zeker zin toch goed gedaan. Met wat vallen en wat opstaan uiteraard. Plechtige communie. Veel schoonder. Ja, dat is... Hij mag trots hard. Zijn. Hij mag toch trots zijn? Ja, wel, ja, in zekere zin, ja. Want ja, het leven is... goede momenten, slechte momenten. Dat hoort er spijtig genoeg allemaal bij. Maar ik mag niet klagen. Ik denk dat iedereen de spreekwoorden kennen, Jan. Eenvoud zie je de mens. En het is niet om te flamen of om populair te worden. Maar ik denk dat ik hier in levende lijf het voorbeeld van eenvoud zie je de mens voor mij heb. Ik wou je nog verrassen, maar je hebt het zelf gezegd. Het is toeval of niet, maar morgen is toch... Wat staat er op het programma morgen? Eigenlijk niet al te veel. Het is zo... Verjaardagen die worden wat minder, we gaan eens eten. Dus dat... dat zal het zo wat zijn, want we verjaren ook samen. Hè. Mijn dam verjaart ook morgen. Niet meer dus, dan. Dus ja... Allee jong, ja. Dezelfde dag. Ja. Te zeggen, ja. Mooi, kijk. Dat is mooi en dat is niet mooi, hè. Dat is niet mooi. Oei. Alsjeblieft voor uw verjaardag. Dank u. In ieder geval bedankt voor dit moment. En ik ben heel trots dat ik hier mocht zitten. Ik ben content. Dat we elkaar nog eens zien, hè. Bedankt, Jan. Dat is graag gedaan.